Het was voor bijna iedereen een verrassing. De aankondiging deze week van GroenLinks-voorman Geert Lucassen om geen lijsttrekker te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Toch is het geen beslissing die zomaar uit de lucht is komen vallen. Van tevoren was ik al van plan om 12 jaar de klus te gaan doen. Een gezicht, medegezicht van GroenLinks te zijn in Os. En de 12 jaar zitten erop. Volgend jaar zitten de 12 jaar erop. Altijd met veel plezier gedaan. Ik blijf het laatste jaar ook met veel plezier doorgaan. Maar de tijd is voorbij. De partijleden van GroenLinks werden bij een recente vergadering ook verrast door de mededeling van Lucassen. De partij moet dus op zoek naar een nieuwe politiek leider in de aanloop naar de verkiezingen. En dat gaat al snel gebeuren. We hebben een kandidatencommissie en die is op dit moment bezig met gesprekken. En 10 december is een algemene ledenvergadering. En daar zal in ieder geval de top van de lijst worden samengesteld. Ieder lid, 1 stem. Naast Lucassen als gemeenteraadslid heeft GroenLinks ook 3 commissieleden. Bijvoorbeeld oud-raadslid Evert van Schoonhoven en Dolf Warris. Zij worden nu genoemd als mogelijke opvolger. Ja, er zijn 3 actieve commissieleden en het is vrij logisch, denk ik, dat die een belangrijke rol zullen blijven vervullen. Ja. Ja, maar u gaat nog niet zeggen wie het zou moeten worden wat dat betreft. Nee, geen idee. Ik zit niet in de kandidatencommissie. Lucassen is volgend jaar 12 jaar actief geweest in de Osse politiek en staat bekend als zeer gedreven en fanatiek. Is het dan geen raar idee dat er straks echt een einde aan komt? Maar ik kan er nu een jaar aan wennen, hè, nu het al aangekondigd is. Dus dat vind ik geen probleem. Nee, ook niet het gevoel van ik ga iets missen straks? Ongetwijfeld zal ik iets gaan missen, ja. Dat denk ik wel. Maar wat voor dingen moeten we dan denken? Nou, ik denk dat ik vooral het contact met de raadsleden onderling zal missen. Ik vind dat de raad met al zijn meningsverschillen toch een prima club is geweest. Lucassen is van plan om na te stoppen als raadslid in ieder geval actief te blijven in de Osse samenleving. En bij GroenLinks wil hij op termijn nog wel een bestuursfunctie gaan vervullen.